En op de eerste plaats is hij. En ik wil een donderend applaus. Hoogoverveen F2. Waar is jullie keeper? Waar is de keeper? Alsjeblieft, gefeliciteerd en nogmaals een applaus. Met name Tom van Drie en Gert Prinsen. Welkom heren. En jullie wil ik ook alle oud-bestuursleden bedanken die in deze ruim 10 jaar dat we met de voorbereiding van het complex bezig zijn geweest. En dat we nu eigenlijk het einde op de verhuizing kunnen zetten van de Hoge Wellenlaan naar ons complex op de Heideweg. Wij als vereniging hopen dat we door dit tweede kunstgrasveld en het gebruik van dit complex nog verder geïntensiveerd zal gaan worden. Ik hoop dat de vereniging nog vele jaren onze maatschappelijke rol in ons mooie Hooglanderveen en voor de mooiste wijk van Amersfoort, Vathorst, een belangrijke rol zal gaan spelen. We doen er alles aan om de wachtlijst toch te beperken, maar gegeven de aanwas die deze wijk met zich meebrengt, is het voor ons ook bijna een onbegonnen werk, maar wij doen onze best ervoor. En wil ik graag het woord geven aan de heer Hans Buitelaar om de officiële handeling te verrichten. Ja, voorzitter, dank u wel. Dames en heren, jongens en meisjes, allen van harte welkom. Schitterend weer, een schitterend voetbaltoernooi, het Willem Thomassen voetbaltoernooi. Dus er komt een aantal zaken bij elkaar. Vandaag ook dus de opening, officiële opening van het tweede kunstgrasveld hier voor VV Hooglanderveen. En in juni het 65-jarige bestaan van deze vereniging. Dus een aantal feestelijke momenten bij elkaar. Dit soort praatjes moet je meestal nooit te lang houden, omdat ik weet dat de aandacht snel verslapt, zeker als ik kijk naar het publiek. Dus ik zou willen voorstellen om de officiële openingshandeling maar van start te laten gaan. Dat ik altijd wel over met de microfoon. Als sportwethouder is het mij een bijzonder genoegen om vandaag het tweede kunstgrasveld voor te openen. Dus ik laat de ballonnen los en daarmee is dit kunstgrasveld geopend. Ga je gang. Ik wil overzeggen ook, hè. Wat een mooi gezicht. Een mooie foto voor Twitter, meneer Van Amersfoort. Helemaal goed. Het gaat woord weer over. De video van de vereniging geopend door een rondje te lopen met twee vakken. Eén van de vereniging en één van de SRO. Wij danken iedereen die hier aanwezig geweest is. Ik hoop dat een heleboel van deze kinderen over 40 jaar hier nog rondlopen en dat ze zich kunnen realiseren dat ze er op deze dag bij waren bij de opening van dit kunstgrasveld. Want als ik om me heen kijk, zie ik toch wel een hoop mensen van onderbij de 50 in deze vereniging voetballen en die heel veel plezier ervan hebben. Ik dank u voor uw aanwezigheid. Ik wens u verder een hele fijne dag.